Welkom bij deze vlog van schaakopening essenties. We kijken naar een partij uit ons openingsrepertoire dat we destijds behandelden. De Svesnikov, een van de scherpste maar ook betrouwbaarste Sicilianen die we hebben. En we gaan naar een partij kijken van onze Nederlandse speelster Elina Roebers, die het op moest nemen in het toernooi of the Isle of Man tegen Maria Mushichuk. En we gaan eens kijken hoe dat verliep. Goed, de introductie op weg naar de Svesnikov E5. Het is hier nog geen Svesnikov, maar nu wel. En loper G5, de hoofdvariant. Hoewel paard D5 wordt gezien als de nieuwe hoofdvariant. A6, paard A3, B5. En ja, hier zitten we op een belangrijk kruispunt voor de witspeler. Slaat hij op F6, de scherpere manier van spelen waarna zwart een dubbelpion krijgt, of hier het positionele paard D5. En onlangs heeft Kiri op Chessable zich hard gemaakt voor paard AB1. Dat heeft Elina Roebers een maand daarvoor gekregen in Baku. Leef even in 2023 in dit geval. Dat ging zo verder. En dit zijn meestal hele positionele standen. Het lijkt een beetje op de hoofdvariant die we gaan krijgen, maar het heeft toch wel wat verschillen. En de Svesnikov speler zal er niet wakker van liggen, maar wit heeft een heel klein voordeeltje, maar veel stelt het niet voor. Goed, dat had ze eerst tegen Harika en een maand later speelt Eline deze zet, paard D5, dat was de positionele zet om de Svesnikov te bestrijden. Onder andere gespeeld door Karpov, die daar een mooie modelpartij voor heeft achtergelaten. Kijk nog eens naar Karpov-Svesnikov of Karpov-Dolmatov. Loper E7, loper F6, loper keer F6. En hier speelt ze C4. In mijn beleving levert dat wit helemaal niets op. En C3. Zou misschien nog een klein voordeeltje kunnen opleveren, maar dat is nog steeds de vraag. Maar C4, ja, het is een moderne zet, maar ik geloof er eerlijk gezegd ook niet zo in en na deze partij helemaal niet. B4, dit is allemaal theorie. Theorie die wij ook hebben behandeld in de Svesnikov. G3, om die loper op deze manier aan het werk te zetten, die gaat zetten naar H3. Via nog even de zet H4 ingelast te hebben. Kort. En hier H4. Wij kijken onder andere ook naar loper G2. Dan gaat die loper eens een keertje naar G5 om ook F5 ooit voor te bereiden. Maar zwart heeft nog even geen haast. En neemt alle tijd. Je ziet, het worden wat Konings-Indisch-achtige structuren van de pionnen. En uiteindelijk gaat zwart met F5 voldoende tegenspel. Je ziet, wit heeft een schitterend veld op D5. Maar het was Svesnikov die ontdekte, samen met Timoshenko, dat één veld ja, te weinig is. En het is een schitterend veld, zeker waar. Maar het staat tegelijkertijd ook de druk op de zwakke pion op D6 wel in de weg. Goed, dat is loper G2. De witspeelster speelt hier H4 op theorie. Om loper H3 erin te brengen. Loper E6, loper H3. Maar de opstelling van wit kan mij eerlijk gezegd niet zo bekoren. Ik zie heel weinig druk vanuit die witte stand. En toen ik deze variant analyseerde, kon ik me ook eerlijk gezegd de voordelen niet zo voor de geest halen wat wit ermee wilde bereiken. Want het heeft zelf ook veel D4 weggegeven. In die loper op H3 begrijp ik eerlijk gezegd ook niet zo. Dus ik ben niet zo'n fan van de witte opstelling. Dat wordt inmiddels al duidelijk. Ja, loper E6, dat lijkt me helemaal niet de bedoeling hierop. Nou, geef je alle voordelen weg die je hebt gekregen van veld D5. Of je moet hier gedacht hebben, ik ga hier een pion winnen. Maar dit bekeken wij ook al voor schaakopening essenties. En zwart heeft hier een uitstekende compensatie voor zijn pion. We gaan voldoen deze variant. Ja, dit
het is niet fijn al voor wit. En als die dan meent om hier naartoe te gaan, dan krijg je natuurlijk dit voor je kiezen en dan kan die opgeven. Maar loper E6 kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de witte opbouw. Goed, maar dat weet Eline natuurlijk ook. Die speelt die koning F1, de bedoeling is om die koning op G2 te zetten. Maar dan nog, vraag ik me af, wat dan nog? Wat is het plan van de witte opbouw? Dame D2, toren D1, maybe. Maar ondertussen staat er ook een toren van zwart op D8 dan. Goed, B3. Allemaal bekend. We zijn nog steeds in theoretisch vaarwater. Paard CE3 en paard D4. Waar wit probeert ruimte te vinden op de koningsvleugel, is de zwarte speelster bezig om ruimte te winnen op de andere kant, aan de andere kant van het bord, op de damevleugel. En dat lijkt wat sneller te gaan. Maar de stand is volkomen in evenwicht. Wit kan hier pakken op B3. Maar moet vervolgens hier niet stukken gaan lopen ruilen, want het geeft gewoon de A-lijn weg. Naar dame A8 is dit een keer gebeurd. Maar dit is helemaal niet handig, want dit is helemaal geen verzwakking. Ja, van de witte stand. Want kijk even, F5 dreigt, E4 hangt. En wit heeft zijn eigen stelling hier om zeep geholpen. Dus dat is bepaald niet een wijze manier van spelen. Dus dat werkt niet. En ook dat ziet Eline, dat geen optie is. En zoals deze stand, we zijn 18 zetten ver. Ja, dat is het nadeel van dit soort uitgeanalyseerde openingen. De theorie gaat heel ver door. En je zult ook diep in het middenspel, soms zelfs eindspeelstanden, moeten analyseren om gevoel te krijgen voor de stand. Goed, wij bekeken in deze stand destijds de zet dame C8. Om die dame ruimte te geven. Naar B7 te gaan. Paard B6, dame B7 is geen optie voor wit. Dan hangt E4 met ernstige gevolgen. Maria Moestjoek doet het anders. En die zet is ook oké. De computer geeft hier 0-0-0 aan. En nou, dan weet je het wel. Dan is zwart oké. Dat is bepaald nog niet een synoniem voor remise. Maar geen problemen voor zwart. Toren A2, maar dat wil niet zeggen dat het een slechte reden is voor wit om erin in te gaan. Want als je dit prettig spelen voor wit vindt, dan is 0,0 helemaal geen probleem. Toren A2, dame B8. Een goede manier om de stukken te activeren, de dame op de B-lijn te zetten, de andere toren van F8 naar B8 en dan maar eens kijken. En het tegenspel van wit is eerlijk gezegd mij nog steeds niet duidelijk. Goed. Loper G4 is hier de andere zet die gespeeld is. Uit een correspondentiepartij. Waarin de spelers weinig zin hadden om door te spelen naar de volgende zetten. Loper D8, goede zet. Veld B6 en vooral onder controle te houden. De loper kan ooit naar B6 toe om een nieuw leven aan te gaan. Pakt. En hier vonden ze het mooi. Eerlijk gezegd vonden ze het hier al mooi, want hier werd een remise gegeven in de partij Mandoeg tegen Woltman uit 2015. Vanwege dus deze reden. Ja, dan kan ik me voorstellen dat correspondentiespelers hier dan niet nog eens een paar maanden van hun kostbare tijd aan willen besteden. Goed, hier begint de partij dus. Althans met een nieuwe zet, dame B1. En ik moet eerlijk zeggen, dat is geen verbetering ten overstaan van loper G4. Dit zal achter het bord bedacht zijn, want de computer loopt al iets terug voor de witspeelster. Dame B3. En hier moest absoluut paard C3 worden gespeeld. En Eline speelt hier toren D1. De bedoeling is duidelijk. Toren D3 spelen om de zwarte dame weer te verdrijven. Maar kijk nu, dit is grootmeesterlijk. Loper D5. Uitstekende timing, want paardje D5 kan niet. Dan komt dame F3. Laten we even kijken hoe ernstig dat is. Heel ernstig dus. Want dan koning G1, paard E2 schaak kun je opgeven. Of F2 gaat eraf, of G3 gaat eraf met schaak. En de hele boel stort meteen in. ED5 kan. Maar wit houdt niet veel over hoor. In zoverre ze überhaupt iets over te houden heeft. Dit is oké voor zwart. Misschien ook nog oké voor wit.
Maar het ziet er al aantrekkelijker uit voor de zwarte speelster. Een prachtig paard op d5, een geplombeerde pion op d5. Een mooi paard op d4 moet ik zeggen. En ja, toch die opmars e5, e4 die steeds in de stand zit. Dit speelt c-mal d5. En toren fb8. En ik vind dat zwart hier een hele mooie stand heeft. Maar de computer vindt het nog oké. Voor wit. Maar ik zou hier zeer tevreden zijn met de zwarte stand. En hier had wit absoluut loper g4 moeten doen. Om naar a3 nog toren d2. Het ziet er wat merkwaardig uit. Dat kan ik me heel goed voorstellen dat wit zich hier niet op inlaat. Maar het is nog oké. Nou, oké dan. Toren d3 wordt gespeeld. Dame b4. En opnieuw een zet waar de computer niet blij van wordt. Dame d1. En ja, dat geeft dus aan dat de witte opbouw in feite gefaald heeft. Wit heeft geen enkele druk op de zwarte stand. En het omgekeerde is wel waar. Zwart heeft duidelijke druk op de witte stand. Goed, paard b3. En hier begint het toch echt te wankelen. Zwart staat hier duidelijk beter. E4 hangt, paard C5 komt in de stand, B2 moet in de gaten gehouden worden. Er is heel weinig harmonie in de witte stukken. F3 dekt, maar verzwakt tegelijkertijd de koningsvleugel. En kijk eens even, dit is een prachtige zet. Alle Svechnikov-fans, aficionados, die zullen deze zet herkennen. Beroemd uit een partij, Smeets tegen Carlsen en op weg naar een andere diagonaal, op weg naar B6. Toren C3, loper B6. Paard C2 valt de dame aan. Gaat nog wel eventjes weg. Koning H2. En loper C5. Zwart heeft een prachtige harmonie van de stukken, maar de vraag is: hoe ga je er doorheen komen? Wit moet keepen en tegelijkertijd moet zwart het plan bedenken om meters te maken. Maar er gaat nog wat gebeuren. Loper F1. Dame B6. Kijk naar G1. Maar ja, wat doet dat, zou je denken. Toren C4. Valt A4 aan. Schaak. Koning H3. Of dat gedwongen is. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Om loper G2 sterk erin te kunnen brengen. Dame A7. En hier geeft zwart in feite eigenlijk alles weg. Bijna elke zet was beter, maar dit is niet goed. Hier had Eline paard B4 kunnen spelen en dan is de partij volkomen onduidelijk. Paard C6 komt eraan. En houdt een veld voor de koning op G2 over. En dat is dan net het probleem. Na dame A7, wat een slechte zet is, vanwege paard B4. Returns the favor. Wit geeft hier de kans weg. Loper G2 is een afschuwelijke blunder, want de koning heeft nu geen veld meer op G2. En dit is het grote probleem. Ze zal meteen gezien hebben wat ze heeft aangericht. Maar er is geen terug meer. Die moet gespeeld worden, dat is vreselijk. Loper F2. Ja, nu dreigt iets als dame E7 of dame D8. Paard B4. Ja, H4, hoe gaan we die dekken? Nou, die kun je niet dekken, dus dan moet je er een pion voor zetten. En paard A5. En de hele boel stort in. B4 staat aangevallen. C4 staat aangevallen. We kunnen met H6 aan de gang. Ja, dit is einde oefening. Speelde nog toren Z2. Valt de loper aan op F2. Laat B4 even los. Maar ja, dan krijg je natuurlijk zo'n desperado. En hier is het natuurlijk over naar koning H4. Sla je natuurlijk op B4. En de hele boel is kapot. Daarna dreigt er ook H6. Voor de Svechnikov-fans ja, een mooie partij om te laten zien dat de hele opbouw met C4 voorlopig niet verontrustend is. Maar voor de Elina Rubbers-fans en voor de Elina zelf natuurlijk ja, toch wel een zware tegenslag om zo te worden weggespeeld in deze Svechnikov met wit.